Zo, moet ik even uitdagen. Janino, we hebben een uitdaging hier voor jou. Je weet het, alleen maar liefde natuurlijk, maar ik ben hier met Amira. Dus, als je nou dat doet als Jujeska of als wie dan ook, maakt mij geen ene malle moer uit. Send me location. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van mij. Ik ben Amira Tari en vandaag ga ik een vlog opnemen met niemand minder dan Najib Amhali. Like, abonneer deze video vast. Let's go! Je weet niet tegen wie je moet vechten. Nee. Dat maakt je ook helemaal niet uit, toch? Nee, maakt het niet uit. Want jij slaat ze allemaal. Heel goed. We gaan beginnen. Wat gaan we doen? We gaan trainen. Oké. Jij bent de baas. Mag ik voor? Ja. Oké. Als ik niet voor ga, dan ren ik weg. Nee. Nou. Oké, we gaan dus eerst beginnen met de training. Ik ga eerst met de warming-up beginnen. Ja, kom maar, dan ga ik je wel. Gaan roeien? Ja. Okay. Kijk, ja, jij kan daar zitten. Ja. Eerst doet dus je voeten erin. En je kan hem strakker maken, zeg maar. Ja. Oké, dan pak je deze. Ja. En dan trek je. Zijn we er al? Nee, nog lang niet. Oké. Doe je het altijd opwarmen zo? Ja. En hoe lang gaan we doen ongeveer? 2 minuutjes. Oké. Ik dacht wel. Misschien ga je zeggen een half uurtje. Een half uurtje? Nee, maar dan pas ik mijn tempo aan. Dan ga ik zo doen. Oké. Zie ik er moe uit? Ja! En hoe voelt je? Goed. Lekker? Even ademhalen. Ben je warm? Ja. Warm en kapot. Ik dacht dat we alleen maar gingen praten. Waarom? Een beetje trainen. Oh, maar. Ja, maar jij bent de baas. Ja. Is goed. Oké, wat we als volgende gaan doen. We gaan een parcours afleggen. Ja. En dan ga ik je even laten zien. Kom. Oké, ik ga je even komen helpen, is goed. Wat wil je dat ik doe voor je? Dat jij zeg maar. Oké, ik ben als voor. Oké, goed. Wat we eerst doen is. Oh, dat ja. Dat, en dan gaat hij, dan ja. Ga je zeg maar rennen in je knie omhoog. Ja. Tot 12. En dan moet ik het zeg maar zo van tegenhouden. Ja. Oké. De volgende is wat je doet. Je gaat het 10 keer doen, gewoon 10 keer springen. Oeps. En dan doe je 10 keer. Ja. De volgende is, je gaat 50 keer. Hoeveel? 50 keer springtouwen. Oké. Okay. Ik ga er zelfs eerst 100 doen, maar ik had je een beetje. Amat, dankjewel. Een beetje gegund. Ik ben blij dat ze me gunt, jongens. Ze gunt me. Dan gaan we buikspieren doen. Het is wel een beetje zwaar voor mij. Oké, okay. Hou ze even vast. Ja. Zo? Ja, dat. Oké. Oké, straks toch? Ja. Mooi. En daarna doen we burpees. Weet je wat burpees zijn? Ja, doe maar voor. Dat zijn dit. En wat? Doe je 15 keer? Dat zijn burpees. Ja. Dat klonk als iets heel lekkers. Een soort donut burpees. Nee. Oké, dat was het parcours. En we gaan nu beginnen. Is goed. Doen we het vandaag, de parcours? Of? Nee, morgen. Oké, morgen. Staf. Jongens. Ga je even daar staan? Ja. Oké. Ja, oké. Mag ik nog niet beginnen? Wachten. Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Kom op! Stop! Ja. Gelijk loslaten! Loslaten? En dan ga daar naartoe! Oh, gelijk die, joh! Sneller! Oké. Kom op! Ja. Ik dacht even mee! Nee, tuurlijk niet. Oh, oké. Okay. Kom op. Ik doe ook mee. Ik spring nooit. Oké, naar het volgende. Kom op, gelijk. Gelijk.
Oké. 50 keer springtouwen. 50 keer. 50 keer. Oh jongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, kom op, volgende. Woe! Volgende. Liga. Die is zwaar. Liga. Oh joh, weer streng. Mooi! Kom op. Oh. Hij is wel zwaar. Voeten. Hoeveel? Doe maar 20 keer. Ja, dit verzin je gewoon. Nee. Terwijl je 5 zei. Nee. Oh. Heb je geen conditie of zo? Kom op! Oh. Ik ga het nog zwaarder maken dan, hè? Hoeveel? Kom op, nog 5. 4. 3. 2. 1. Oké, laat los. Gelijk. Waar gelijk? Burpees. Wil je burpees? Kom op, hier lijkt het een oude garde. Ik ben een oude garde. Doe je me weer nog een keer? Kom zo een keer voor die burpees. Ga dus naar beneden. En dan springen. Snel, het gaat twee tijd af. Snel. 15 keer. Nee. Fout. En dan ga je weer naar beneden. Kom op. Burpee. Moet ik er 30 van maken? Nee. Oké, ga verder. Ik ben niet zo flexibel. Ik maak er echt 60 van, hè. Ik ben niet zo flexibel daarom. Maak je niet uit, doe. Oké. Okay. Dit zijn geen burpees. Ah, dit zijn burpees. Je gaat opnieuw doen. 50. Nog opnieuw. Oeh! Oké, doe maar nog de laatste 10. Oké. Okay. Als je die goed doet, anders ga ik het weer 5 minuten maken. Kijk, ik ben zo flexibel, ik kan. Zie je? Spring! Oké, we gaan weer verder. Volgende. Dankjewel. We gaan weer naar het volgende. En tijd. Oké. Hoe lang denk je dat je erover hebt gedaan? Ik denk 2 uur en 20 minuten. Oeh! Dat is een record! Nee. Mijn hartslag. 143. Maar wel goed, toch? Ja, we gaan het nog een keer doen. Kijk of ik dit kan inhalen. Dat gaat niet. We gaan even stretchen. Stretchen. I love stretchen. Stretchen is toch gewoon liggen, toch? Okay. Je hebt niet een chique kussen meegenomen? Nee. Matrasje? Nee. Gewoon. Oké, je gaat je benen spreiden. Ga je naar links, Veer. Veer nou naar links. Even wachten. Ja. Hoe oud was jij? Nu ben ik. Hoe oud ben ik nu? Ja. 11 jaar. Je bent 11, hè? Ja. Oké, nee, dan weet ik dat. Toen ik 11 was, deed ik dat ook allemaal. Ja. Ja, toen kon ik dat. Ga je via de gang naar rechts. Hoe ben je ooit comedian geworden? Ik heb toneelschool gedaan. Toen zou ik eigenlijk acteur worden. Maar toen ben ik comedian geworden. Omdat er heel weinig acteerwerk was. Want ik keek altijd naar comedies. Ja. Uit Amerika. Toen dacht ik, dat wil ik ook. En toen heb ik het gedaan. Dat was in 94. Weet jij niks van 94? Nee. Dat is 25 jaar geleden. Mm. Ja. En zo ben ik comedian geworden. Wie is je idool? Idool niet, maar ik vind Eddie Murphy vind ik heel goed. Chris Rock vind ik heel goed. Dave Chappelle vind ik heel goed. Dat zijn allemaal Amerikaanse comedians. Ja. Heb je ook iemand uit Nederland? Theo Maas vind ik goed. Rijn Pandey vind ik ook goed. Jan Duno. Roe Evenveer. Ja. Ja. Wie vind jij goed? Jan Duno vind ik ook wel goed. En ik vind jou goed. Ah, dankjewel. Ik dacht, oh shit, ik denk, ik kom er helemaal niet in voor. Nee, ja. Ach, gelukkig. Vind je het echt dan? Tuurlijk! Waarom? Omdat ik jou heel goed vind. Ik ben hier voor jou speciaal. Omdat jij mijn idool bent. Ja.
Kijk, heel gek. Ja. Jij bent iemand die inspireert. Als ik jou zie sporten, denk ik, moet je kijken, wat goed. En dan krijg ik ook zin om te sporten. Oh, dan denk je, ja. Ja. Ga ik dit doen, ik wil niet dit eten. Mijn kind doet dat deze, dat is de olifant. Zal ik die doen? Hoe was je eerste artistische comedy? Eerste keer dat ik op het podium stond, was ik heel zenuwachtig. Toen deed ik auditie. Toen was ik heel zenuwachtig, er waren 8 mensen voor mij. Ja. Toen moest ik eerst wachten tot al die 8 mensen gingen. En toen zag ik dat die mensen niet zo heel goed waren. Ja. En toen dacht ik, nou, dit ga ik wel even doen. En mijn allereerste keer was het de allerbeste keer. Toen stond ik daar, ik had geen regels. Ik schaamde me niet. Ik zei gewoon alles wat er in mijn hoofd opkwam. En toen was ik aangenomen voor comedian. Ja. En kijk waar ik nu ben. Welke show vond je het leukste? Nou, ik denk het leukste. Ik heb alleen maar leuke shows gedaan. Maar leukste show is wel de show die mensen herkennen. Die mensen... Zo? Ja, gewoon. Die mensen nadoen. Bijvoorbeeld een stukje van Broodje. Ken je Broodje? Nee. Hassan, Broodje. Oh ja, die. Ja, die zijn vaak op TikTok gekomen. Ja, daarom. Dus dat zijn allemaal dingen die mensen herkennen, die je dan elke dag hoort. En die zijn dan, ja, leuk, omdat ze herkenbaar zijn. Maar alle muziekdingen vind ik ook leuk, want ik speel ook muziek. Dus ik speel percussie, drums, trommels. De wat? Percussie. Percussie zijn alle instrumenten waar je op kunt slaan. Vind ik allemaal leuk. En een koeienbel. Ken je dat, een koeienbel? Ja. Ping, pang, pang, pang. Vind je het allemaal leuk? Ja. Speel jij muziekinstrument? Ja, gitaar. Speel je gitaar? Nee. Volgens mij kun je wel ook drummen. De box is toch ook? Een ritme. Nee, twee. Nee, oké, je bent nu tijd aan het trekken. Hoe bedenk je eigenlijk zo'n show? Hoe bedenk je een show? Nou kijk, alles wat gebeurt in je leven, dat kun je zeg maar, kun je over vertellen. Ja. Maar dan moet je wel grappig maken. Dus ik vertel heel veel dingen die in mijn leven zijn gebeurd, ja. Maar zijn niet altijd echt waar. Of dingen die ik zie. Of dingen die ik zie op tv. Of dingen die je hoort. Dingen die je meemaakt. Dus eigenlijk alles kun je gebruiken. Het gaat er niet om wat je vertelt, maar hoe je het vertelt. Gewoon intonatie, zeg maar. Intonatie en je moet het leuk brengen, snap je? Dat als jij opkomt, ja, je kan zo opkomen, ik kan ook zo opkomen. Ja, dat is ballet, hè, wat je deed. Ja. Ja. Gaan we beginnen? Wat gaan we doen? Nog meer trainen. Tuurlijk, misschien een beetje water. Heb je dat geregeld ook? Ja. Water. Moet ik het voor jou? Oh ja, of ja. Een beetje eten ook? Of dat zit er niet bij eten nog? Nee. Oh, dus je wilt zeggen dat jij traint met eten? Nou ja, daarvoor altijd. In de auto. Maar wat? Banaan, appel. Snickers? Nee, dat zei ik niet. Dat zei je wel. Ja, maar ik bedoelde appel. Vaak vergis ik me, dan wil ik een appel kopen en dan koop ik ineens een snicker. Ik weet niet, dat zit in mijn hoofd. Heb je dat nooit? Nee. We gaan nu naar het volgende. Ik ga je een paar vragen stellen over de duivelse dilemma's. In de tussentijd ga je ook mij zeg maar duwen dat ik hierop zit, dan ga je mij duwen. Ja. Oké. Oké. Oké, zeg maar als je er klaar voor bent. 3, 2, 1. Als je moet niezen of altijd de hik hebben. Wacht even, hoor. Er zit een rem op, denk ik, of niet? Nee, als je moet niezen of altijd de hik hebben. Wat zeg je nog een keer? Als je moet niezen of altijd de hik hebben. Niezen. In je gezicht worden geslagen door Mike Tyson of een peuter kleuter slaan in het openbaar. Dan maar Mike Tyson. Ik weet niet. Je teen stoten of je tong bijten. Tong bijten. Nooit meer sporten of nooit meer comedy? Nooit meer sporten. Chips of snoep? Snoep. TikTok of Instagram? Instagram. 1,20 meter kort zijn of 2,20 meter lang zijn? 2,20 meter lang zijn. Ronaldo of Messi? Messi. Mamita of Stamppot? Stamppot. Ryan of Ajax? Ajax. Mike Tyson of Mohamed Ali? Wie? Mike Tyson. Mohamed Ali natuurlijk. Rico of Badr? Badr. Alleen maar pleisteren of alleen maar schreeuwen? Alleen maar schreeuwen. Dubai of Nador? Nador! Ronaldo of Messi? Messi. Top, waar is het dan? Oeh! Je hebt het goed gedaan. Oké. Hey, maar ik heb dit wel vaker gedaan. Maar ik snap niet waarom het zo zwaar is. Niet omdat jij erop zit, hoor. Leed geen man. Nee. Nee, dat ding is gewoon heel zwaar. De ondergrond. Ja. Dat is het. Ja.
Bij Mike Tyson of Mohamed Ali dacht ik dat je wel Mohamed Ali zou kiezen, maar waarom heb ik voor hem gekozen? Omdat Mohamed Ali, dat is echt een legend. Kijk, toen was jij er nog niet, maar ja, natuurlijk. Als Mohamed Ali ging vechten, dan zonden ze dat uit om 3 uur 's nachts. En dan werden we allemaal thuis wakker gemaakt. Dan werden we 's nachts wakker gemaakt om Mohamed Ali te zien vechten. Dat was echt... Mohamed Ali is echt dat is een hele grote inspirator. Die man die heeft zoveel gedaan voor de sport, maar ook voor de Afro-Amerikanen en ook voor de moslimgemeenschap. Dat was gewoon, ja, zoals iemand zoals hij komt maar 1 keer voor op de wereld. Hij was heel goed in boksen. Hij was heel goed, maar naast het boksen was hij ook een goed persoon. En dat maakt hem zo mooi. Weet je, hij kwam op voor mensen. De meeste boksers in Amerika gaat om geld. Ga je petsen? Pet. Ik ga petsen, je houdt hem vast. Nee, jij moet petsen. Nee, ik bedoel, jij moet stoten. Ik moet stoten, oké. Mag ik helpen? Ja. Wie weet als ik een keer... Wie weet als ik een keer ook ga boksen? Tegen andere bekenden. Heb jij ooit bij kickboxers influencers... Nee, nog niet. Ja. Tegen wie moet ik dan, zeg maar? Nee, maar tegen wie wil jij graag? Ja, tegen wie zie jij mij het liefst vechten? Die vind jij niet zo leuk. Dan ga ik die even pakken. Niet. Ja. Tegen wie wil jij heel graag en wie wil heel graag KO slaan? Ik zou wel tegen... Maar maak niet uit, gewicht zonder gewicht nu even. Oh, zonder gewicht. Oké, okay, dan Roel van Velsen. Ja. Daar zou ik wel tegen willen boksen. En even kijken, Peter Pannenkoek. Die kan ik ook hebben. Jurgen Rijman wil ik ook wel pakken. Maar eentje... Jandino. Dat wil ik net zeggen. Ja, Jandino. Zeg, kom maar zo, wat wil je? Ja, die moet ik even aanpakken. Oké, okay, zeg maar wat ik bedoel. Met links-rechts. Links-rechts. Ja, oké, okay, als je links-rechts doet... Dan ga je eigenlijk een beetje je voet draaien. Oké. Okay. Rustig. Weet het? Oké. Ja, dus. Perfect. We gaan er iets bij doen. Gaan we links, rechts. Gaan we hoekje draaien met die hoek. En, hoekie. Ja, en dan ga je weer rechts. En dan weer links. Links, rechts, hoek, rechts. Perfect. Goed zo. Harder. Kom. 3, 2, 1, Adrian, Rocky, Rocky. Gaan we even zitten? Ja, wat vond je ervan eigenlijk, hoe ik het deed? Ik vond het best goed gaan en jij? Ik vond het ook wel goed gaan. Alleen je zei steeds harder slaan. Ja? Ja, maar ik... erbij. Ja, maar goed, ja, weet je. Waar wil je zitten? Dan ga ik wel hier zitten. Oké. Okay. Dit is plek 1, is 2. Het is voor de champs, niet voor de... Ja. Wat wil je nog aan de kijkers meegeven? Oh, heel veel. Maar heb je even? Ja. Nou, ik ben heel erg blij dat je mij hebt gevraagd. Van al die mensen die op je lijst hebben staan. Dat ik even een dagje met jou mee mocht trainen. Daar ben ik heel blij om. En ik had het al in het begin gezegd. Je bent echt een inspiratie. Want als ik video's van jou aan mijn kinderen laat zien. Dan gaan ze allemaal. Dan worden ze allemaal wild. Dan gaan ze ook allemaal, weet je wel. Dus je inspireert de mensen. En vooral in deze tijd, jongeren zitten toch heel veel binnen. De computer, zit je op de computer? Nee. Spelletjes, te gamen? Nee toch? Nou. Ja, ik zit eigenlijk wel op mijn telefoon. Maar niet te veel, toch? Nee. Ah, ja. Oké, iets te. Ja. Nee. Maar goed, je sport er ook nog bij. Dat is heel belangrijk, dat de jongeren nu gewoon opstaan. Want in mijn tijd, ik lijk wel heel oud, maar in mijn tijd speelden we alleen maar buiten. We waren alleen maar buiten te vinden. Ja, omdat jullie vroeger natuurlijk geen social media hadden. Nee, we hadden wel brieven. We schreven brieven aan elkaar. Hé man, vet coole schoenen heb ik gekocht. En dan stuurde hij de brief op. En dan kreeg hij die brief en dan zei hij, hé, heb jij schoenen? Ik heb ook schoenen. Maar ja, nu gaat het veel sneller, snap je? Maar wat ik wil meegeven is dat de mensen gewoon, en vooral jongeren, weet je wel, je hebt een inspirator voor ze, dat ze veel naar buiten moeten, veel moeten bewegen. Niet te veel troep eten. Dat is ook zo slecht voor je, al die suikers. Oh, al die... doe je dat dan niet? Niet meer. Ik deed het wel. Alle slechte dingen heb ik gedaan. Maar nu probeer ik gezond te leven. Ja, af en toe is oké. Okay. Af en toe wel, maar ik zie allemaal kinderen in de pauze Red Bull drinken en chips eten als ze lunch. Nee, dat klopt niet, toch? Voor de rest moet je je best doen en je school afmaken. Die school ook afgemaakt. Ik heb mijn school afgemaakt. Ik heb de toneelschool. Ik heb geen enkele school afgemaakt. Uiteindelijk kwam ik op de toneelschool. Dat is iets wat ik heel leuk vond. Die heb ik helemaal afgemaakt. 6 jaar lang in Utrecht. Dus het is belangrijk dat je onderwijs geniet. En je kansen pakt. Dat is ook belangrijk. Er zijn zoveel kansen, hè? En dat we jou allemaal aanmoedigen als je straks weer de ring in gaat. En fan van je worden. Ik heb nog de laatste vraag. Heb je kinderen? Ik heb 2 kinderen, Noah en Novel. En Novel is heel goed in tennis. En wat?
Die is 4. 5. Hij is 5, ja, zeker. En Noah is 8 en die doet dan Krav Maga. Dat is een verdedigingssport. Hij kan ook kickboksen, maar hij is 8, maar hij slaat heel hard. Hij kent zijn krachten niet. Dus we hebben hem eraf gedaan. Omdat hij, als hij ons ging slaan, deed het gewoon pijn. Ja, zo hard slaat hij. Misschien moet, ik wil hem heel graag een keer dat jij komt trainen bij ons. Zou je dat willen? Ja. Dat je mijn kinderen even aanpakt. Nee, dat wil ik niet. Nee, niet aanpakken, maar even laten zien dat ze goed moeten stoten. Ja, oké. Dat lijkt mij heel erg leuk. Ja. Yes. Jullie hebben gehoord wat Najib zei. Dankjewel dat je bent gekomen vandaag. Dankjewel. Vond het leuk? Vond het hartstikke leuk. En bij deze ga ik nu mijn video afsluiten. Dank jullie dat jullie naar deze video hebben gekeken bedoel ik. Like en abonneer deze video en laat een reactie achter. Doei! Doei! Tot ziens! Emira, Emira, Tari, Emira, Emira. Kom voor de vissen, ze komt in je